De gemeente Winterswijk heeft een plan voor het rioolbeheer en het onderhoud. Dat heeft een ingewikkelde naam, maar laten we zeggen, het is de service aan de burgers. Wat behelst dat plan precies? Het college heeft vorige week het water- en rioleringsprogramma voor 2024 tot en met 2028 vastgesteld. Dat plan hebben we samen opgesteld met het waterschap en de gemeente Oost-Gelre. En in dat plan, dat bestaat uit drie delen. Uit de visie en ambitie van onze gemeente. En die is voor een groot deel identiek aan de visie en ambitie van de gemeente Oost-Gelre. En daarnaast is ons eigen programma daarin opgenomen. Dat is gericht op risicogestuurd rioolbeheer. En een paragraaf over de financiën, want dat hoort er nou ook eenmaal bij. En nou lees ik in een notitie dat u eigenlijk vier doelen heeft. Namelijk het beschermen van de volksgezondheid tegen infectieziekten. Het schoonhouden van de bodem van het oppervlaktewater. Het voorkomen van schade door hevige regenval, maar ook door grote droogte. En het voorkomen en beperken van structureel ernstige, nadelige gevolgen voor het grondwater. Wat verstaat u daaronder? De vier punten die u zojuist heeft genoemd, dat zijn echt hogere doelen die we hebben. We hebben als gemeente daar niet overal invloed op. Borduurt het WRP, het Water- en Rioleringsprogramma, voort op de klimaatadaptatiestrategie die we vorig jaar ook in de Raad hebben laten vaststellen. En daar nemen we ook maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en proberen we de inwoner ook zoveel mogelijk te stimuleren om zelf ook een steentje bij te dragen. Ja. Een aantal jaren is het al gebruikelijk dat als een riool vervangen wordt, er onder de weg ook nog een buis komt voor regenwater. Dit is een van die voorbeelden die u eigenlijk hierbij benoemt. Wij proberen onze riolering elke keer weer te verbeteren. Een riolering ligt ongeveer 60 jaar in de grond, tenminste daar gaan we vanuit. En als er projecten zijn waar bijvoorbeeld de weg open gaat of de riolering moet om andere redenen worden vervangen, dan proberen we zo slim mogelijk al het werk te doen. Ja. Burgers willen geen last hebben van regenwater door een te hoge grondwaterstand, want dan zit er water in de kruipruimte of worden de muren vochtig. Dus afvoer van water is enerzijds belangrijk, maar in een relatief hoog gelegen gebied als Winterswijk met een zandgrond is behoud van water ook van belang. Op welke wijze wordt dat gerealiseerd? De hoogte van de grondwaterstand is inderdaad heel erg belangrijk. We zien dat de grond redelijk droog is, dus het vasthouden van het water, dat gaan we stimuleren als gemeente. In september is er bijvoorbeeld ook een subsidieregeling beschikbaar gekomen. Dat gaat over het afkoppelen van het regenwater, zodat het in de grond terechtkomt en niet in de riolering. En zijn er ook andere maatregelen? Want ik zie bijvoorbeeld in het buitengebied ook als het ware vijvers ontstaan. Is dat ook onderdeel van dit beleid? We kijken wel eens naar, als we bijvoorbeeld wijken gaan herinrichten, bijvoorbeeld de Pas, daar hebben we een wadi aangelegd. Nou, dat is dan, kan bedoeld worden om in te spelen. Dat is voor de kinderen ontzettend leuk, maar dat heeft natuurlijk ook op het gebied van klimaatadaptatie een ontzettend belangrijke functie. Dus rioolbeheer en klimaatadaptatie hebben één op één een relatie? Absoluut, ja. En dan is er nog iets wat burgers kunnen doen. En wat de gemeente mogelijkerwijze wil stimuleren, want je ziet verstening van tuinen. Fraaie terrassen die ontstaan en plekken waar auto's worden geparkeerd. Ja, dat is het particuliere recht, zeg maar, om dat te doen. Hoe kun je dat tegengaan als je toch wilt vergroenen? We hebben ons eigen centrum duurzaamheid en daar in dat centrum hebben we ook heel veel aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit en allerlei andere voordelen die het vergroenen van de tuin met zich meebrengt. Daarin hebben we ook adviseurs die bereid zijn om mensen van advies te voorzien. Ja, uiteindelijk is het aan de inwoner zelf om ook echt daadwerkelijk te gaan vergroenen in de tuin. We hebben ook wel acties gehad, bijvoorbeeld het tegeltjes wippen, hè, om de tuinen verder te vergroenen. En we besteden dan heel veel aandacht aan een stuk bewustwording. En we zien ook dat dat langzamerhand wel de vruchten gaat afwerpen.